Dames en heren, welkom. De hoogste titel, ik denk mee. We zijn kwart voor zes gepasseerd. Aan de orde is de behandeling van de begroting in de raadsvergadering die nu gaat starten. Maar dat is het enige inhoudelijke punt wat op de agenda staat. Plus de daarbij behorende financiële nota's. U weet hoe het werkt. Er is een strak tijdschema voorzien. Die, als we ons daar allemaal aan houden, ons brengt tot een eindtijdstip van 2200 uur. Dus ik weet niet hoe het zit met uw avondplannen, maar ik zal proberen zoveel mogelijk aan het door u zichzelf opgelegde tijdschema te houden. Dat betekent ook dat ik snel doorga naar de mededelingen. Er is een afbericht ontvangen van de heer Nijenbanning. En mevrouw Jaspersen heeft aangekondigd dat ze iets later hier onder ons kan zijn. En voor het overige zijn we compleet. Voor het overige heb ik ook geen mededelingen. Is er aanleiding om over de vaststelling van de agenda een opmerking te maken, wijziging door te voeren? Niet het geval. Agenda al dus vastgesteld. Dan zijn we bij agenda punt 4. Het vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 29 oktober. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Conform vastgesteld. De voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. U kunt me hier live beluisteren, dus dat is misschien handiger. Is er aanleiding om over de afdoeningsvoorstellen voor de ingekomen stukken het woord te voeren? Dat is niet het geval. Conform de voorgestelde wijze van afdoening besloten. We hebben geen hamerstukken, we hebben geen stukken van een korte stemverklaring, dus we zijn in één keer bij agenda punt 8. Het eerste bespreekpunt. En zoals gezegd, de hoofdmoot van deze bespreking in zaken de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Voor degenen die dit voor het eerst meemaken of meeluisteren thuis. De begrotingsbehandeling is altijd een speciaal moment, want het recht op de beschikking over de financiën in de hoofdlijnen, zoals in de begroting, is belegd bij de gemeenteraad. En het hoogtepunt van het bestuurlijke jaar soms ook wel. Aanleiding voor allerlei beschouwingen, dat doen we volgens het vaste stramien na grootte van de fracties, is niet zozeer de spreektijd bepaald, want die is 10 minuten per fractie in de eerste termijn. Maar wel de volgorde waarin de fracties spreken, dat gaat naar volgorde van grootte. En dat betekent altijd in deze raadsperiode voor de heer Bouwers helaas dat hij dan de hekkensluiter is qua fracties. Dat geldt natuurlijk niet voor de interrupties en dergelijke, want daar is iedereen vrij in. Met de nodige terughoudendheid vanzelfsprekend. En na de eerste termijn van de zijde van de raad met iedere 10 minuten per fractie zal een kwartier schorsing kunnen zijn, mits daar behoefte aan is. Maar het college zou die behoefte bijvoorbeeld kunnen hebben omdat zij geacht wordt daarna de eerste termijn te vervullen met de beantwoording waar ook 10 minuten per portefeuillehouder voor staat. En dan zijn we een drie kwartier verder. Dan is er een pauze voorzien van een 20 minuten voor onderling overleg en afstemming. Dat zal gezien de hoeveelheid moties en het amendement wat op tafel ligt wellicht ook wel nuttig besteed kunnen worden. En dan is er een tweede termijn van de raad met 5 minuten per fractie. Weer een kleine schorsing en een tweede termijn voor het college. Waarna wij hopen te kunnen afronden het onderwerp van de begroting. En ik zei net, dat is dan de eindtijd. Daar ben ik dan mis mee natuurlijk. Want 8.2 en 8.3 als agendapunten moeten ook nog volgen. Dat hoeven niet per se uitgebreide punten te zijn, want al die onderwerpen zijn al in de begrotingsbehandeling aan de orde geweest. Maar de raadsleden hebben natuurlijk alle recht om over deze afzonderlijke besluiten nog het woord te voeren en eventueel amendementen of moties in te dienen. Niet dat ik het verwacht, maar het is wel goed om dat van de voorkant even duidelijk te maken. Goed, daarmee wat mij betreft even de inleidende duiding van deze bijeenkomst. Levert geen vraag op van de kant van de raad. Dat zou ook merkwaardig zijn, want zo zijn de afspraken ook gemaakt. Ik geef als eerste in de ronde van de bespreking van de begrotingsvoorstellen die op tafel liggen de heer Boy van BBC 2014 graag het woord. Dank u wel, voorzitter. Geacht college, raadsleden, belangstellenden op de tribune en kijkers thuis. Uit de berekening van het saldo van de begroting en meerjarenraming blijkt dat deze in evenwicht zijn. Ook blijkt dat onze gemeente, nadat het saldo gecorrigeerd is
met de incidentele effecten de structurele verplichtingen ruimschoots kan afdekken met de inkomsten. In vergelijking met vele andere gemeenten staan we er met onze financiën uitstekend voor. Onze complimenten met de behaalde resultaten en de voorliggende begroting. Ouderenhuisvesting. In onze gemeente wonen veel ouderen nog zelfstandig thuis. Deels in huizen die ze niet levensloopbestendig zijn en ver weg liggen van voorzieningen die ouderen op loopafstand nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn een bushalte, een supermarkt en zorgvoorzieningen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ouderen met plezier langer thuis kunnen blijven wonen. Dit is de wens van ouderen, van veel ouderen, en daar moeten we optimale condities voor genereren. In de uitvoeringsagenda van ouderenhuisvesting wordt wat BBC 2014 betreft nog te veel opengelaten. Terwijl het aantal 70-plussers steeds verder toeneemt, ervaren we ook in onze gemeente dat het op de woningmarkt spaak loopt tussen vraag en aanbod. Deze mismatch moeten we in gezamenlijk verband het hoofd bieden. Wij willen daarom een onderzoek naar de behoeften van ouderenhuisvesting. En daarin moet de woonsituatie en woonwensen van senioren in onze gemeente op korte termijn helder in kaart worden gebracht. Ook nieuwe woonconcepten, bijvoorbeeld het project Knarrenhof, het geschikt maken of nieuwbouw van levensloopbestendige woningen, moeten hierin meegenomen worden. Onze fractie wil hierover straks een motie indienen. Starterswoningen. Starters hebben het in de stad en onze dorpen nog steeds lastig om een woning te vinden in die gebieden waar ze graag willen wonen. Het aanbod, zowel huur als koop, is in onze gemeente nog steeds te gering. Het is en blijft dan ook dringend geblazen op de startersmarkt. In onze motie in zaken de ouderenhuisvesting hebben we dit meegenomen. Sociaal domein. Ten opzichte van andere gemeenten doet Coevorde het goed op het gebied van het sociaal domein. Dat is een groot compliment waard. Wij realiseren ons echter dat de transitie van de zorg nog in volle gang is en dat we er zeker nog niet zijn. Dat betekent voortdurende evaluatie en signaleren wanneer bijsturing noodzakelijk is, om het behalen van doelstellingen te bereiken en om de kosten te kunnen beteugelen. Hoe goed we het ook doen, onze fractie blijft zich zorgen maken over de groeiende kosten op het gebied van de WMO en de jeugdzorg. In dat kader hopen wij dat het meerjarenplan van de GGD op korte termijn beschikbaar is. De portefeuillehouder gaf eerder aan dat hier hard aan wordt gewerkt. Dat is nodig ook, want het levert ons belangrijke data en meetinstrumenten op. Het geeft niet alleen het ambtelijk apparaat beter zicht op de kosten, maar geeft ook goed inzicht in de effecten voor de zorgvragende cliënten. Dat helpt ons om de juiste koers te varen en de meest optimale zorg aan onze inwoners te kunnen geven. De fietsnota. In onze algemene beschouwingen van 2018 hebben we de verwachting van het op korte termijn verschijnen van de fietsnota reeds uitgesproken. Helaas is het nog steeds niet gelukt om de fietsnota voorafgaande aan deze begrotingsbehandeling te presenteren. De portefeuillehouder heeft laten weten volgend jaar te starten met het onderzoeken en het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de fietskwaliteit op zowel hoofdfietsroutes, schoolroutes als recreatieve routes. Voorzitter, ik wil van de portefeuillehouder de toezegging dat de resultaten van het onderzoek voor de kadernota 2021 gepresenteerd worden. En het valt af en toe weg, hè? Proberen. Wat bijgesteld. Kijk, daar komt hij, daar komt hij. Daar komt hij, ja, daar is hij, daar is hij. Ja. Spannend hoor. Voorzitter, als ik het goed vind, ga ik nog even de fietsnota. Daar begon de storing eigenlijk. De fietsnota. In onze algemene beschouwing van 2018 hebben we de verwachting van het op korte termijn verschijnen van de fietsnota reeds uitgesproken. Helaas is het niet gelukt om de fietsnota voorafgaande aan deze begrotingsbehandeling te presenteren.
De portefeuillehouder heeft laten weten volgend jaar te starten met het onderzoeken en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de fietskwaliteit op zowel hoofdfietsroutes, schoolroutes als recreatieve routes. Voorzitter, BBC 2014 wil van de portefeuillehouder graag de toezegging dat de resultaten van het onderzoek ruimschoots voor de kaderbrief 2021 gepresenteerd worden, zodat de uitvoering van een aantal maatregelen meegenomen kan worden in de begroting van 2021. Openbaar vervoer. Onlangs is door het OV-bureau een nieuw OV-plan vastgesteld. Wij missen een toelichting over de mogelijkheid om gebruik te maken van de hub-taxi. Bedoeld voor onze inwoners die niet per fiets, te voet of op een andere wijze naar één van de verkeersknooppunten van het openbaar vervoer kunnen reizen. In de praktijk blijkt dat veel inwoners geen idee hebben wat een hub-taxi is, laat staan dat ze er gebruik van maken. Wij zijn van mening dat hier, eventueel in samenwerking met het OV-bureau, meer bekendheid aan gegeven wordt en vragen de portefeuillehouder hierin actie te ondernemen. Zo nodig, wij kopen een motie in. Afval. Restafval slinkt niet snel genoeg. De vangdoelstelling om in 2020 maximaal 100 kilo restafval per inwoner in te zamelen zal in Coevorde bij lange na niet gehaald worden. Hier ligt voor het college, de raad en onze inwoners nog een grote opgave. We zullen met z'n allen beter moeten scheiden en dit zullen we echt veel beter onder de aandacht van onze inwoners moeten brengen. Omdat er in het voorjaar een wijziging in de frequentie van het inzamelen van huisvuil is doorgevoerd, is het nog te vroeg voor conclusies en wil BBC 2014 de effecten hiervan daarom nog even afwachten. Wij verzoeken de portefeuillehouder, wederom voor de kaderbrief 2021, ons te informeren over de effecten van de invoering van pasjes op de milieustraten in Zwelo en Coevorde en op de gewijzigde frequentie van de inzameling van afval. De Omgevingswet. Elke raadsfractie heeft een vertegenwoordiger in de Omgevingswetcommissie. De voortgang is goed en de doelstellingen zijn helder. Onze fractie is dan ook van mening dat de organisatie goede stappen maakt. Wel is duidelijk dat de Omgevingswet verweven is met vele andere plannen, zoals de RES, Centrumvisie en het nog aankomende Herstructureringsfonds. Dit vraagt veel overleg en samenwerking binnen de organisatie. We gaan ervan uit dat een ieder dat goed voor ogen houdt. Dorps- en wijkontwikkelingen. We hebben de afgelopen jaren geconstateerd dat veel dorpen en enkele wijken heel goed in staat zijn om met de inwoners dorpsvisies te maken. Op een aantal plaatsen lukt dat nog minder goed. Wij zijn van mening dat er overleg moet plaatsvinden zodat helder wordt wat de reden is van het ontbreken van saamhorigheid en organisatievermogen. BBC 2014 is van mening dat de gemeente hier een aanvullende opdracht heeft. Een onderwerp dat wat ons betreft ondergebracht kan worden bij maatschappelijk welzijn Coevorde. Met ondersteuning van bijvoorbeeld de BOKD. Hiervoor zou een beroep gedaan kunnen worden op de reserve innovatie in de zorg of uit het sociaal domein. Hier wordt immers maatschappelijk welzijn Coevorde als geheel uitgefinancierd. Herstructureringsfonds. Bestemmingswijzigingen kosten soms geld. Veel geld. Bij het herstructureringsfonds hebben we al eerder de vinger gelegd op mogelijke rotte kiezen. De regelgeving van het herstructureringsfonds is nog niet uitgewerkt, maar is toegezegd in 2020. Om ten aanzien van gemeentelijk of ander vastgoed dat aan private partijen wordt verkocht of in bezit is, en met name voor inbreidingsplannen in de dorpen, zouden wij een onderzoek willen naar een bijdrage in de kosten van een eventuele bestemmingswijziging. Ten aanzien van bestemmingswijzigingen in het project Vitale Vakantieparken is het de overweging waard dit gelijktijdig mee te nemen. Vooralsnog wachten we de bestemmingswijzigingen in het project Vitale Vakantieparken Vooralsnog wachten we de verdere invulling van het herstructureringsfonds af en indien de aanleiding toe is, zullen we te zijner tijd een amendement indienen. Toekomstbestendige dorpen. BBC 2014 wil dat er geïnvesteerd wordt in de dorpen en hiermee een grote bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid
van het buitengebied. Belangrijk is ook dat hier het woongenot gewaarborgd blijft. Een toekomstbestendige stad en de dorpen in het buitengebied zullen elkaar versterken. Coevorden moet zich blijven kunnen profileren als een gemeente met een goed woon- en werkklimaat. Daarom zijn wij van mening dat er op korte termijn een visie opgesteld moet worden ten aanzien van het toekomstbestendig maken van de dorpen. Wij zullen dan ook een motie hierover indienen. Cultuur. In onze gemeente zijn nog veel cultuur-historische waarden aanwezig, maar in het verleden is met name in de stad ook nogal wat verloren gegaan. Kunst en cultuur vormen een verrijking voor de Coevorder samenleving. En daarom is het belangrijk dat dit in de beleidsvisie extra aandacht krijgt. Onze gemeente moet het prachtig cultuurlandschap weer volop kleur geven. Van deze rijkdom moeten we genieten en koesteren. En de kansen die het biedt moeten we benutten. BBC 2014 wil de komende tijd dan ook een stevige bijdrage leveren aan het behoud van cultuur. En daarbij de verbinding zoeken tussen de stad en het buitengebied, maar ook aansluiten bij Drenthe als oerprovincie. Het is daarbij belangrijk om in kaart te brengen wat er nodig is om de zichtbaarheid van het cultureel erfgoed te verbeteren. Er zijn voldoende voorbeelden. Kijk eens naar de archeologische vondsten in de stad en het buitengebied, naar het levend cultureel erfgoed, de ambachten, en niet te vergeten de musea. Onze fractie vindt het waardevol dat zoveel mogelijk inwoners van dorpen en de stad van jongs af aan meedoen aan cultuur, kunst of er gewoon van genieten. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik zou nog graag, ik heb twee moties in te dienen. Eentje houden we nog even achter de hand. Dus even antwoord kijken wat de wethouder daarmee doet. We hebben een motie, behoefte van ouderenhuisvesting, stimuleren doorstroom ten behoeve van starters. Zal ik alleen het tweede dictum voorlezen, want het is heel eind. Dus, wij verzoeken het college om zo spoedig mogelijk door voor 1 januari 2020, voor 1 februari 2020, te starten met een onderzoek om de behoefte aan zorggeschikte ouderenhuisvesting in de dorpen in beeld te brengen, mede vanuit de ambities in de woonvisie. En ten tweede, in het onderzoek onder punt 1 ook maatregelen en of voorstellen te formuleren waarmee de gemeente haar actieve rol beter kan invullen. Ten derde, in het onderzoek tenminste ook te betrekken welke doorstroomeffecten nieuwbouw en of nieuwe huisvestingconcepten voor ouderen kunnen hebben op andere doelgroepen. Ten vierde, ten aanzien van de spelregels voor het herstructureringsfonds waar mogelijk rekening te houden met het actief stimuleren ten behoeve van de ambities in de woonvisie. En ten vijfde, de dekking voor dit onderzoek te vinden in het herstructureringsfonds. Dat is één. Dank u wel, die motie ligt hier ondertekend. Ik kan dus deel uitmaken van de beraadslagingen. De tweede betreft de visie op toekomstbestendige dorpen. En ik zal dan ook gelijk het dictum voorlezen. Draagt het college op voor de kaderbrief 2021 te starten met de visie op het toekomstbestendig houden en of maken van de dorpen. Ten tweede, daarnaast de regels van het herstructureringsfonds uiterlijk gelijktijdig met de kaderbrief vast te stellen. Ten derde, bij de begroting van 2021 de visie en daaraan gekoppeld de eerste projecten te presenteren. Ten vierde, op basis van de visie een voorstel te doen over de permanente hoogte van de herstructureringsreserve. Dat was het. Dank u wel. Voor de kijkers thuis en de raadsleden hier op de zaal, in de zaal kunnen op het scherm, de publieke tribune natuurlijk ook, de spreektijd zien verlopen van 10 minuten naar 0. Maar omdat er wat technische problemen waren, heb ik dat de heer Boy niet euvel geduid dat er wat rode cijfers in het verschiet kwamen. Dat is geen precedentwerking, zeg ik, degene die na hem komen. Maar we kennen mevrouw Siebe, die doet dat altijd prima binnen de marges. Mevrouw Siebe, mag ik u uitnodigen voor de eerste termijn van de VVD-fractie? Dank u wel, voorzitter. De begroting van 2020 ligt voor.
Wij zijn als VVD-fractie enthousiast. Dat kan niet anders in vergelijking met de begroting van onze buurgemeente. Zelfs in vergelijking met de andere gemeenten in onze provincie doen we het erg goed. We schrijven zwarte cijfers. Daar staat wel tegenover dat we een enorm druk jaar krijgen. We hebben erg veel te doen. Dat is vanwege de werkzaamheden die voortvloeien uit de decentralisatie. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de omgevingswet. Onze eigen ambities die in 2019 al zijn geformuleerd en goedgekeurd. Een groot deel daarvan moet nog concreet ingevuld worden. En er moet nog beleid voor geschreven worden. Bijvoorbeeld het stimuleringsfonds, de reserve voor herstructurering, de reserve voor innovatie, de reserve voor accommodaties in de samenleving. En verder hebben we nog de ontwikkelingen zoals die nu in het raadsvoorstel zijn opgenomen. Een ander erg belangrijk punt is voor ons het verbindend besturen. Het college wil daar nog beter in worden. Jullie gaan actief aan de slag met de thema's aantrekkelijk worden, voorkomen en duurzaamheid door middel van het verbindend besturen. Dit houdt in dat er een verbinding moet zijn met mensen in de wijken en in de dorpen. Weten wat er speelt en zien wat nodig is. Oog voor kansen. Weten waar je voor op moet passen. Verbindend besturen is daar zijn waar je nodig bent. Verbindend besturen is dat je begrijpt dat je mensen anonu niet hoeft te vertellen wat ze wel of niet mogen. Dat je ze niet lastigvalt met dingen waarvan ze verwachten dat je die gewoon doet. Verbindend besturen is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Geen onduidelijkheden. Rekening houden met de impact die je veroorzaakt en wat je teweeg brengt. Elke dag weer en bij ieder besluit opnieuw. En volgens de VVD-fractie zijn daar nog een aantal slagen te halen. Veel te doen dus. Maar wij als VVD, we houden van doen. We zijn enthousiast. Veel onderdelen uit ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen in deze liberale begroting. Een aantal voorbeelden uit ons verkiezingsprogramma zijn: ik wil leven in een omgeving waar je goed en betaalbaar kunt wonen. Volgens de begroting is een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente belangrijk. De woonvisie is een leidraad waarbij duidelijk wordt genuanceerd dat er een gezonde spanning tussen vraag en aanbod mag bestaan. Ook blijft er ruimte voor goede nieuwbouwplannen en wordt het goed wonen binnen de gemeente bereikbaar gemaakt voor alle doelgroepen. Wij proeven hier enigszins een verruiming uit voor de woonvisie, die immers steeds al niet in beton gegoten is. Ook juichen we de mogelijkheden voor het langer thuisblijven wonen toe. Samenwerking tussen ondernemers en scholen wordt gestimuleerd en het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de economie. Dit alles zien we terugkomen in de Dutch Tech Zone. Samenwerking in regionaal verband tussen en met ondernemers en onderwijsinstellingen. Via de regiodeal wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk vestigingsklimaat met passend onderwijs. Het klinkt ons als muziek in de oren. Waar ruimte is voor sport. Er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de sport. Zowel in de accommodaties als in de gezondheid van onze inwoners. Waar aandacht is voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur draagt bij aan ieders ontwikkeling. We zijn voorstander van kunst en cultuur en willen dat graag in de gemeente uitstralen. In de hele gemeente en niet alleen in de stad Coevorden. Er is immers meer dan het Stedelijk Museum. Denk aan Ellet en Brammert, Museum Tijnhof, Zwelo Kunstenaarsdorp, Oosterhesselen Montmartre, de producties als Toorn van Tunaar enzovoort. Om die reden vinden wij ook dat we de ambitie die in 2019 is ingezet, in de verruiming van het cultuuraanbod in 2020 dient te worden doorgezet. En zo zijn er nog meer overeenkomsten tussen ons verkiezingsprogramma en de begroting. Maar goed, dan haal ik die 10 minuten niet. De fietspaden. Bij de bespreking van de RES hebben wij een stemverklaring afgelegd waarin we hebben aangegeven dat we het niet nodig vinden om in de gemeente Coevorden voor op te lopen in grootschalige energieprojecten. We zien het belang van de energietransitie en de ambitie om in 2040 energie-neutraal te zijn. We hebben moeite met de grootschalige projecten die in onze mooie landelijke gemeente opdoemen. Juist daarom moeten we aandacht besteden aan kleinschalige projecten. Dit kunnen bijvoorbeeld de fietspaden zijn. En nu er een plan ligt om de fietspaden te restaureren en nieuwe gedeeltes aan te leggen, is dit ook het moment om te kijken naar alternatieve duurzame methodes.
Dus niet gelijk maar asfalt over beton aanleggen. Bij het recreatieschap Drenthe hebben wij kennis gemaakt met de gerecyclede plastic roads. De voordelen van deze plastic roads zijn dat ze 100% recyclebaar zijn. De levensduur is 2 tot 3 keer langer dan van een traditionele wegverharding. De verwachte aanlegtijd wordt verkort met 70%. Die elementen zijn waterdoorlatend, dus heb je minder last bij regen en vorst. En om die reden dienen wij een motie in om te onderzoeken of de aanleg van deze plastic fietspaden tot de mogelijkheden behoort. Ik ga gelijk even het dictum van de motie voorlezen. Daarin hebben we aangegeven, roept het college op om in het onderzoek, behorende bij de fietsnota, de mogelijkheden te onderzoeken of het aanleggen van fietspaden van gerecycled plastic haalbaar is. De OZB. In ons verkiezingsprogramma is opgenomen dat we voor een verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers zijn. Voor de inwoners is dit duidelijk gelukt met de verlaging van het OZB-tarief van 3% en een verlaging van de rioolheffing. Alleen maar pluimen. Hartstikke positief, want we komen er als gemeente slecht vanaf in de hoogte van de woonlasten. Dit cadeau aan onze inwoners haalt u echter onderuit, doordat de ondernemers hiervoor de rekening moeten betalen. En die ondernemers zijn de familiebedrijven, de MKB'ers en de agrariërs. Van meet af aan hebben wij niet onder stoelen of banken gestoken dat we het met de voorgestelde stukken voor de onroerende zaakbelasting niet eens zijn. Onder het mom van de tariefdifferentiatie voert u dit in, want, zegt u, onze ondernemers betalen al jaren in verhouding een veel lager tarief dan het tarief dat in andere gemeenten wordt gehanteerd. Althans, dat is het argument. Waar blijft ons aantrekkelijk ondernemersklimaat? Als we daarvoor gaan, dan moeten we dat ook laten zien. Het voorstel is juist tegenovergesteld hieraan. Islom. Maar mevrouw Sieben, dat argument dat klopt toch gewoon? Oh, men staat nog aan. Nou ja, als u dat als enige argument gebruikt, dan klopt dat argument. Maar het argument dat de inwoners van de gemeente Koevoorde al jaren bovenaan in de lijstje staan met de woonlasten, die heeft u ook nooit gebruikt om de OZB te verlagen. Nee, maar het is wel waar. Maar ik zeg ook niet dat het niet waar is. Ik zei dat is uw argument. Ja, dat lijkt me een zeer valide argument. Gaat u door. Ja, dank u wel. De ondernemers en agrariërs, ofwel de eigenaren en de gebruikers van de nietwoningen, die krijgen er 7% bij. En als er volgens u ruimte is om te doen, waarom kan dan niet iedereen profiteren? We hoeven immers niet alles te sparen of op te potten. We hebben een prachtige begroting. Waarom krijgen onze ondernemers het gevoel dat ze de dupe zijn? Om die reden willen we het tarief voor de nietwoningen niet met 7%, maar met 3,5% laten stijgen. Om op die manier deze groep ondernemers tegemoet te komen. En niet een kleine groep geheel te laten opdraaien voor de teruggave van een grote groep inwoners. Dit heeft tot gevolg dat er een structurele dekking dient te worden gezocht voor de daling van de opbrengst van de OZB. Volgens de financiële opgave van de gemeente is het effect van deze verlaging circa 100.000 euro. Deze dekking kan voor 2020 worden gezocht in de algemene reserve. U heeft immers zoveel vertrouwen in deze begroting dat we in ieder geval in 2020 de algemene reserve hiervoor kunnen aanwenden. Voor 2021 tot en met 2023 hebben we voldoende ruimte in de vrije begrotingsruimte om de verschillen op te vangen. Om die reden willen we graag het volgende amendement indienen. Ik lees ook alleen even een dictum voor hier. Met besluit. Het voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen. Er staan nogal wat percentages in, dus misschien is het handig dat u even meeleest. Het OZB-tarief voor eigendom en gebruik van de nietwoningen te laten stijgen met 3,5% naar een tarief van 0,1957% voor eigenaren van nietwoningen. En een tarief van 0,1631% voor gebruikers van nietwoningen. De dekking hiervoor in 2020 te vinden in de algemene reserve en voor 2021 tot en met 2023
te vinden in de stelpost vrije begrotingsruimte. Daartoe de onttrekking aan de algemene reserve in 2020 te verhogen met 97.000 euro. En de stelpost vrije begrotingsruimte te verlagen met 97.000 vanaf 2021. En de bijbehorende verordening onroerende zaakbelastingcoüforde 2020 hierop aan te passen. Lars? Ja, dus maar. Sorry, Hoedemaker. Voorzitter, de wethouder zei ons in de commissievergadering dat we dit moeten zien als eerste stap in een ingroeimodel naar verdere normalisering van de OZB-belasting. Begrijp ik nou goed uit de woorden van mevrouw Siebe dat zij dit ziet als een soort einddoel? Voor nu wel. Tot en met 2023 is de verhoging voor de niet-woningen dan 3,5% en geen 7%. Dus u gaat niet voor een verdere ingroei naar normalisering van de tarieven? Nou, ik lees ook geen verdere ingroei met een stijging van 7%. Vooralsnog zie je die inderdaad niet. Maar daar ga ik wel van uit. Ik zal daar later op terugkomen. Het is namelijk wel iets waarvan de wethouder in de commissievergadering gezegd heeft dat dat is wat hij verder beoogt. Ja, maar dan er staat alleen maar 7%. En ik zie geen verschillen in de jaren. Schat in dat de wethouder nog wel iets over gaat zeggen. Ja, dat denk ik ook. Mevrouw Siebe. Ja, dank u wel. Kortom, wij zijn enthousiast. De heer Boy heeft daar toch nog wel een vraag. Nog even terugkomen op die 7%. Als ik goed geïnformeerd ben, dan kunnen bedrijven de OZB-belasting aftrekken van hun omzet voor belasting. Dus ik denk dat die 7%, nadat de belasting afgetrokken is, na het verrekenen van de belasting, aanzienlijk minder zal zijn dan 7%. Heeft het meegenomen in uw overwegingen? Nou, ik weet niet of u dit na heeft gegaan, maar je kan de OZB niet aftrekken als voorbelasting, voor de omzetbelasting. Dat heeft niks met elkaar te maken. Kijk, het blijft de kostenpost. Dus, het gaat om de winstbelasting. Ja, dat zei u niet. U zei omzetbelasting. Dat klopt, de OZB is een kostenpost. Maar dan nog, als je, stel hè, je moet 100 euro meer OZB betalen als ondernemer. Dat betekent dus ook dat je heel veel meer omzet moet maken om die 100 euro weer te betalen. Als u kaas verkoopt in de winkel en het is 100 euro meer per jaar, dan moet u ook heel wat meer kaas verkopen. Dus het is niet zo, het moet wel eerst verdiend worden voordat je het als kosten kunt aftrekken. Ja, dat klopt. Maar ik verkoop geen kaas. Maar ik zie wel dat het een voordeeltje is als je die kosten van de OZB af kan trekken van de winstbelasting. Maar je moet het wel eerst verdienen. Je moet het wel eerst verdienen om het uiteindelijk te kunnen betalen. En als je niks verdient, kun je ook niks aftrekken. Kortom, we zijn enthousiast. Wij zien graag dat er een slag gemaakt wordt in het verbindend besturen. We willen graag kleinere verduurzaamheidsprojecten oppakken, vandaar ons geloof in de gerecyclede fietspaden. De OZB-verlaging voor onze inwoners heeft absoluut onze steun. Echter wel zonder dat deze verlaging dient te worden betaald door een kleine groep ondernemers en agrariërs. Dank u wel. Ik dank u wel. De door mevrouw Siebe genoemde moties en het amendement ligt hier ook ondertekend voor ons. Dus dat kan ook onderdeel uitmaken van de beschouwingen. Goed, dan zijn we toe aan de derde fractie van de zeven. In volgorde van de grote is dat de fractie van het CDA. En mevrouw Katerberg maakt zich al gereed om namens die fractie het woord te voeren. Gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. Tja, onze fractie heeft inmiddels een versie A en een versie B van deze beschouwing op de begroting. Versie A was echt binnen een minuut klaar geweest. Die had zo geklonken van goede begroting, robuuste financiële positie, plannen die nog steeds helemaal in lijn zijn met ons verkiezingsprogramma en we zijn voorstander van verbindend besturen. Dat sluit ook aan bij het nieuwe CDA-thema, de zij-aan-zij-maatschappij. En dan waren we zo via hand in hand, kameraden, waar onze wethouder dan blij van was geworden, aangekomen
bij de mededeling dat we instemmen met het raadsvoorstel. We hadden slingers op kunnen hangen, complimenten uitgedeeld en in ieder veel succes gewenst. Maar we zijn de afgelopen periode een beetje getriggerd. En voelen de behoefte om in versie B in herinnering te brengen waar we vandaan komen en welke manier van besturen en uitvoeren we hebben gekozen. We zullen ons licht laten schijnen over een aantal aspecten uit de begroting. En zo krijgen we dan toch wel zo'n beetje de spreektijd vol. Voorzitter, u weet als geen ander dat onze fractie het voorrecht had om bij uw preek van de leek in de ontmoetingskerk in Sleen aanwezig te zijn. U had deze uitdagende uitnodiging aangenomen en hebt er een inspirerende bijeenkomst van gemaakt. Het thema was rentmeesterschap, wat ons bij voorbaat al enorm aansprak. Via schepping en evolutie kwamen we vooral in uw oproep ook uit bij verbinding. De schepping, in een beginnen. Alles begint bij goede vruchten. Dat kunnen kastanjes zijn. We willen het als CDA-fractie nog maar een keer gezegd hebben. De goede tijden die we nu kennen komen voort uit veel moeizamere tijden. Toen moesten er, onder andere door CDA-bestuurders, hete kastanjes uit het vuur gehaald worden. Die werden, zoals nu blijkt, toen gelukkig in vruchtbare grond geplant. Omdat er in deze ontwikkelingen altijd een patroon zit, willen we niet pessimistisch zijn, maar wel waakzaam. Wij hebben hier met elkaar nu een voordeel en een voorrecht. We mogen besturen en het raadswerk uitvoeren in goede tijden. En dat doen we vanuit de gedachte van verbindend besturen. Vorige maand kregen wij als raad in een themabijeenkomst een filmpje, het meesterstuk, van het college te zien over verbindend besturen. En daar is ook deze poster bij gemaakt door Annieke IJsing. Hij staat ook in het begrotingsstuk. En de kern van de poster staat voor de CDA-fractie linksbovenin. Daar waar vertrouwen wordt gegeven. We willen betrouwbaar zijn en we willen vertrouwen geven. En het college wil dit vol overtuiging doen in samenspel met raad en organisatie, zo staat op de poster. En het is geen toeval dat daar dan 4 poppetjes staan die de raad vertegenwoordigen. En wij hebben er even goed naar gekeken en dan herken je er echt Eddy, Lidy, Ruud en Sandra in. Op dat vertrouwen komt het aan en daar moeten wij met elkaar hard voor werken. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Hoe laten we zien dat we ons daar bewust van zijn? Voor de CDA-fractie zit dat vooral in geen woorden, maar daden. En zolang ik fractievoorzitter ben, om maar zo'n beetje met de woorden van minister Schouten te spreken, blijft het CDA doen wat het zegt en zeggen wat het doet. Het nuchtere verstand zal leidend blijven. Een belangrijk onderdeel voor het hebben en houden van vertrouwen is de dienstverlening. De CDA-fractie is blij dat er in de begroting een plan zit om kritisch naar de dienstverlening te kijken. Inwoners zien ons als college, organisatie en raad als een drie-eenheid. Wij worden daar als raadsleden ook op aangesproken. Een inspecteur van onderwijs leerde mij ooit dat je vrij eenvoudig te weten kunt komen hoe er over jouw school en het vertrouwen daarin gedacht wordt. Dat kun je horen bij het hek. En daarvoor hoef je niet eens naar buiten. Buiten wordt namelijk op dezelfde manier gesproken als het team binnen in de personeelskamer over ouders praat. Een eye-opener. Wij worden als fractie en wellicht als hele raad graag in het proces van optimalisatie van de dienstverlening meegenomen. En in de afgelopen commissievergadering is ons daar een themabijeenkomst over toegezegd. Het gaat goed met onze gemeente. Er zit weinig risico in de begroting en er is bestedingsruimte. We kunnen slingers gaan ophangen. Laten we dat doen in lijn met ons bestuursakkoord en het raadsakkoord. We werken aan een herstructureringsfonds om in de dorpen en wijken te investeren. Er zijn plannen voor multifunctionele accommodaties, sportaccommodaties en scholen. En daarnaast zijn de inwoners uit de dorpen heel goed in staat om zelf aan te geven waar behoeften liggen voor de dorpen.
Dat blijkt uit de besteding van het geld uit het stimuleringsfonds of andere initiatieven die worden genomen. Een kleine greep uit geweldige projecten van de laatste tijd. Ik noem het evenemententerrein in Dalenpeel, de nieuwe wandelroutes in en rond Dalen en de renovatie van het dorpshuis in Swinderen. Als wij als raad vanuit het raadsakkoord de straat op gaan om te inventariseren wat nog meer leeft, dan zullen dorpen niet schromen om hun ideeën met ons te delen. Wij horen ze ook tijdens de avonden met de verschillende plaatselijke belangen die wij bezoeken. Doel is om het herstructureringsfonds daadwerkelijk inhoud te geven en het stimuleringsfonds op een effectievere manier in te richten. En binnen dat proces kunnen we prima bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de dorpen en wijken. Het nadeel van de ideeën uit de dorpen is dat niet alle inwoners gebruik maken van de uitkomsten van de projecten. De slingers worden daar opgehangen, maar niet iedereen krijgt een stukje van de taart. Uiteindelijk is het te besteden geld niet van ons. Het geld is van de inwoners. En toen het niet anders kon, moest de OZB omhoog. En nu lukt het om die voor woningbezitters in ieder geval niet te laten stijgen. We zullen ook voor de volgende jaren kritisch blijven op de OZB-tarieven. Dan kan ieder zelf bepalen waar hij of zij dat bedrag aan wil besteden. Het spijt onze fractie dat het binnen het OZB-tarief van niet-woningbezitters niet mogelijk is om te differentiëren tussen kleine ondernemers, winkeliers en agrariërs en de echt grote bedrijven. Wij hebben het amendement van de VVD over dit onderwerp mede ondertekend. Ook wij vinden dat kleine ondernemers in het huidige voorstel onevenredig worden belast. OZB is één onderdeel van de lokale lasten. Een ander onderdeel waar wij ons zorgen over maken is de afvalstoffenheffing. Die bijdrage kan de komende tijd gaan stijgen omdat wij als gemeente achterblijven in goede afvalscheiding. De kosten voor het verwerken van restafval zullen de komende jaren blijven stijgen. En daarnaast missen we inkomsten als er waardevolle grondstoffen als oud papier in de grijze container worden aangeleverd. Er wordt op dit moment volop ingezet op het beter scheiden van het afval. De resultaten daarvan zijn nog niet voldoende helder. We kunnen de heffing niet laag houden als inwoners niet beter gaan scheiden. Het is dan uiteindelijk eerlijker als diegene die vervuilt, of in ieder geval onvoldoende scheidt, meer zal gaan betalen. Het CDA zal zich de komende periode in de lijn van het bestuursakkoord blijven inzetten voor boeren, burgers en buitenlui en hun kinderen. Die volgorde kan per onderwerp en beslissing verschillen. Burgers, buitenlui, boeren en hun kinderen. Wij doen ons best voor alle inwoners van onze gemeente en maken daarin geen onderscheid. Voorzitter, tot zover versie B van deze beschouwing. Dank u wel, mevrouw Katerberg. En heel knap dat u zowel versie A als versie B te bedden heeft gebracht. En dat allemaal binnen de 10 minuten. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Slomp namens de Partij van de Arbeidsfractie. Dank u wel, voorzitter en overige aanwezigen. Ik heb maar gewoon bij één versie gehouden. Het was al werk genoeg, moet ik zeggen. Na alle overleg over moties en amendementen en wat al niet meer. Maar de PvdA-fractie is van mening dat we er goed voor staan. Er ligt een mooie begroting op tafel. Gezonde reserve, ruimte om te investeren en ook meerjarig ziet het er gewoon hartstikke goed uit. De PvdA-fractie is blij met de manier waarop het college de OZB-discussie heeft vertaald. Wij kunnen goed leven met dit voorstel. Een geringe daling van OZB voor de woningeigenaren en een, in onze ogen geringe stijging voor bedrijven. Wij zien dat als een prima eerste stap en de opmerking die de wethouder Financiën maakte over op den duur toegroeien naar het landelijk gemiddelde, dat vinden wij ook prima. Al met al een begroting om trots op te zijn. Ja, daar komt mevrouw Sieben, daar kun je natuurlijk op... Mevrouw Sieben heeft het woord. Dank u wel. Ik ben dan ook benieuwd of dat landelijk gemiddelde ook geldt voor de woonlasten voor de inwoners. Ik moet zeggen dat ik daar zo geen antwoord op heb, want ik heb die cijfers gewoon niet paraat. Ik heb me wel even op de Drentse gemiddelden georiënteerd.
En toen kwam ik onder andere de berekeningen van Arno de Vos nog weer tegen. Daar heb ik een beetje naar gekeken en vanuit die gedachte vond ik het een prima verhaal. Maar u hoopt dus wel dat we ook voor de inwoners naar het landelijk gemiddelde toe groeien? Nee, daar doe ik geen uitspraak over, want ik ken die cijfers niet. Dat zei u net, dat u dat hoopt. Nee, naar het landelijk gemiddelde voor de OZB. En de OZB is maar één component van de woonlasten, zoals u weet. Goed geprobeerd, mevrouw Siebe, maar ja, de heer Stomp trapt er niet in. Nee. Gaat nee. U verder. Al met al een begroting om trots op te zijn. Een resultaat wat gebouwd is op harde keuzes die in het verleden gemaakt zijn. En op financiële discipline die vervolgens jarenlang volgehouden is. Nu zien we weer ruimte om te investeren en het college doet ons tal van voorstellen. 18 stuks die op geld gezet zijn en nog een aantal waarbij dat nog moet. Mijn fractie gaat akkoord met deze voorstellen. En met dat simpelweg akkoord gaan vinden wij eigenlijk dat we die voorstellen veel te kort doen. Eigenlijk verdienen ze alle aandacht in deze beschouwing, want het zijn stuk voor stuk wezenlijke dingen. Helaas hebben we daar simpelweg de tijd niet voor. Natuurlijk zijn we in Koevoorden ook wel een beetje van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar wat gepaste trots op wat er allemaal tot stand is gebracht, dat is dat toch hier wel op zijn plek. En van ons mag dat ook best wat meer uitgedragen worden. Raad en college zouden zich daar best wat meer ruimte voor mogen gunnen wat ons betreft. Naast alle mooie voorstellen hebben wij ook nog plannen op het netvlies waar denk ik ook nog geld achteraan zal moeten, zoals het integrale huisvestingplan voor het basisschoolonderwijs. Ik noem bijvoorbeeld in fase 1, die loopt tot 2022, zitten de basisscholen in Schoonoord. En volgens ons liggen daar prachtige kansen, bijvoorbeeld voor een nieuw multifunctioneel gebouw, waar ook andere voorzieningen bij zouden kunnen aansluiten als ze dat willen. He, bijvoorbeeld sport, de bibliotheek, dorpshuis, etc. Wij stellen ons voor dat dat in een volgende kaderbrief of begroting zijn plek krijgt. Voorzitter, de PvdA-fractie wil aandacht vragen voor een paar specifieke onderwerpen en daar met moties of inhoudelijke voorstellen zaken voor op tafel leggen. In eerste instantie laaggeletterdheid en achterblijvende digitalisering. Hoewel de gemeente Koevoorden al jaren tijd en energie steekt in dat onderwerp, blijft mijn fractie schrikken van de cijfers die genoemd worden. En als je nadenkt over de gevolgen die laaggeletterdheid voor mensen, maar ook voor de samenleving heeft, dan kun je moeilijk anders dan er een onbehagelijk gevoel aan overhouden. Naast laaggeletterdheid is ook het ontbreken van digitale vaardigheden een toenemend probleem. Steeds meer dienstverlening wordt alleen digitaal aangeboden. Onze fractie heeft niet de wijsheid in pacht of het ei van Columbus, maar we denken wel dat het mogelijk moet zijn om het beleid te intensiveren en effectiever te maken. Wij stellen daarom bij motie voor om een eenmalig bedrag van €50.000 vrij te maken, of maximaal €50.000, voor een doorbraakaanpak op laaggeletterdheid en achterblijvende digitalisering. En dit te ontwikkelen in 2020. Die aanpak kan dan in 2021 ingevoerd worden. Daarvoor hebben we een motie en daarvan lees ik het dictum voor. De motie wordt trouwens breed ondersteund. BBC, CDA, PAK, PPC en D66 hebben de motie mede ondertekend. Ik lees het dictum voor. Draagt het college op het beleid ten aanzien van het bestrijden van laaggeletterdheid te vernieuwen en te intensiveren. 2. De vaardigheid van inwoners en of het gebruiksgemak van online dienstverlening van de gemeente te vergroten. 3. Het komende begrotingsjaar te gebruiken om hiervoor een doorbraakaanpak te formuleren. 4. Hiervoor een eenmalig bedrag van maximaal €50.000 ter beschikking te stellen. 5. In eerste instantie te onderzoeken of dit project in de regiodeal ondergebracht kan worden. Mocht dit niet lukken, dan een dekking te voorzien uit de reserve innovatie zorg en welzijn. En als laatste de raad waar nodig bij de behandeling van de begroting 2021 verdere voorstellen te doen dan wel te informeren over het uitrollen van de geformuleerde aanpak. Ik ga verder met een ander onderwerp. Voorzitter, de krant Trouw kwam onlangs met het bericht dat het aantal mensen dat de energierekening niet kan betalen dreigt te verdubbelen. Inmiddels is de term energiearmoede aan het Nederlands vocabulaire toegevoegd. Stijgende tarieven en vooral stijgende belastingen worden als belangrijke oorzaken voor die verdubbeling gezien. Arme huishoudens besteden meer dan 10% van hun inkomen aan gas en elektriciteit.
Voorzitter, hoewel dit landelijk beleid is wat we niet veel kunnen veranderen, kunnen we wel kijken hoe we mensen met een laag inkomen kunnen helpen om minder energie te verbruiken. Een kleine eerste stap zou zijn, volgens onze fractie, het beschikbaar stellen van een pakket energiebesparende maatregelen aan minima. Te denken valt aan ledlampen, waterbesparende douchekoppen, tochtstrippen enzovoort enzovoort. Het een en ander moet natuurlijk afgestemd worden met deskundigen en woningbouwcoöperaties. Ik ga ervan uit dat ik de VVD aan mijn kant heb. Die wil de kleinschalige energieinitiatieven. Ik bedien u op uw wenken. Aan de ene kant helpt dat direct om het probleem te verkleinen en aan de andere kant draagt het bij aan de vergroting van het bewustzijn. Dat dat dan ook nog bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstellingen is mooi meegenomen. Ik dien een motie in en ik draag het dictum voor. Draagt het college op de raad bij de behandeling van de kaderbrief 221 een voorstel te doen om alle huishoudens die gebruik maken van de Doe-mee-pas een gratis pakket energiebesparende maatregelen ter hand te stellen. Over inhoud van dit pakket af te stemmen met de woningbouwcoöperaties. Hiervoor eenmalig een bedrag van 50.000 euro uit de algemene reserve te onttrekken. Voorzitter, ik stap over op het volgende onderwerp. Afvalstoffenheffing. Al het een en ander over gezegd vanavond. Maar het is onze fractie opgevallen dat er weinig spreiding zit in het tarief voor één en meer persoonshuishoudens. Er lijkt geen goede onderbouwing te zijn waarom het tarief van de één en meer persoonshuishoudens zo dicht tegen elkaar ligt. We hebben onlangs de frequentie van het afval inzamelen gewijzigd en zien bij de kaderbrief 221 welke effecten dit gaat hebben en wat er mogelijk verder nodig is. Wij vragen het college dat wanneer vervolgstappen gepland moeten worden, eens in te zoomen op dit aspect. Tarieven moeten in onze beleving redelijk, biddelijk en uit te leggen zijn. Voorzitter, ik kom aan mijn laatste onderwerp. Nu er een mooie visie op het centrum van Coevorden ligt en het stationsgebied opnieuw ontwikkeld wordt, lijkt het ons tijd om de blik te verleggen naar de dorpen. Stad Coevorden maakt de transitie van winkelstad naar bezoekersstad. En dat is niet alleen omdat we dat graag wilden, maar ook omdat er concrete opgaven lagen. Leegstand, verpaupering en een middenstand die het moeilijk heeft. Als we op een wat abstracter niveau en met een wat langere termijn naar het buitengebied van Coevorden kijken, dan lijkt het ons reëel om daar een aantal vragen bij te stellen. Krimp leidt tot druk op voorzieningen, tot veranderd ruimtegebruik en zal zijn invloed hebben op de woningmarkt. En als we niet oppassen, uiteindelijk op leefbaarheid. Ook in de dorpen heeft de nog resterende middenstand het moeilijk. In de landbouw is de vraag naar een breder en bestendiger verdienmodel inmiddels evident. Werkgelegenheid in eigen omgeving wordt een vraagstuk. De energietransitie zal grote invloed hebben op het ruimtegebruik en het aanzien van ons landschap. En we zien problemen rond minder vitale vakantieparken. Maar onze fractie ziet ook de kracht van het buitengebied. In de mensen, in authentieke Drentse cultuur, in historie, in oeroude dorpen, in innovatie, prachtige natuur, in het verhaal van veen en zand. In stad Coevorden is een prima proces gelopen voor het centrum, met brede betrokkenheid van alle partijen. Dat heeft een mooie visie opgeleverd, met aandacht voor historie, kunst en cultuur. Wij denken dat het buitengebied een dergelijke aandacht ook verdient. Juist door het versterken van die krachtpunten zou je het gebied krachtig kunnen positioneren als aantrekkelijk om te wonen, werken, ondernemen of te recreëren. Coevorden heeft prachtige verhalen te vertellen. In feite vragen we het college om samen met de dorpen een visie te ontwikkelen op het buitengebied. Een visie die vertaald kan worden in uitvoeringsplannen en waar uiteindelijk de politieke afweging over kan worden gemaakt in de raadzaal. Waar we in zorgvuldige weging van het algemeen belang bepalen waar de financiën van de samenleving aan besteed kunnen worden. Ons inziens is het zinloos om te speculeren over de bedragen die in het buitengebied besteed moeten worden. Want zonder visie en plannen zijn het slagen in de lucht. En hoewel we niet armlastig zijn, is onze fractie niet vergeten waar we vandaan zijn gekomen. En hoeveel pijn het de samenleving heeft gedaan om er weer bovenop te komen. Voorzitter, ter afsluiting dien ik een laatste motie in. Akam Kavin.
Zal ik hem voorlezen, meneer Slob? Mag ook, maar ik heb hem inmiddels gevonden. De Raad van Koevorden 1 in vergadering op 12 november 2019 overwegende dat ontwikkelingen als krimp, de energietransitie, ecologische opgaven, demografische ontwikkelingen tot leefbaarheidsvraagstukken leiden in het buitengebied, draagt het college op in samenwerking met alle relevante partijen de belangrijke thema's te identificeren in het kader van leefbaarheid van het platteland. 2. Hierop een visie te ontwikkelen die voldoende kader biedt om te kunnen komen tot een doorvertaling in een lange termijn agenda en uitvoeringsplannen. 3. Hierbij de gedachte te betrekken dat het versterken en ruimte geven aan elementen als cultuur, kunst en historie een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid kunnen leveren. En 4. De Raad bij de behandeling van de kaderbrief 2.21 een procesvoorstel te doen. Tot zover. Dank u wel. Ook deze genoemde moties zijn ondertekend hier ter tafel. Dan, dames en heren, zijn we daarmee toegekomen aan de vierde fractie in rij. En mevrouw Driehuis staat al op om namens de PAK haar visie op de voorstellen te geven. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023. Het gaat goed met Koevorden. We gaan door met de dingen waar we mee bezig zijn en er is ruimte en geld voor nieuw beleid. Dat is de positieve kernboodschap van hetgeen dat voor ons ligt. En daarmee lijkt Koevorden het in het Drentse gemeentelandschap een uitzondering. Want wie de kranten leest, ziet dat er veel financiële pijn wordt ervaren door de anderen in onze provincie. Er wordt dan vooral gekeken naar de uitgaven in de jeugdzorg die de pan uitreizen. Fijn is het dan ook dat we afgelopen vrijdag lazen dat de verantwoordelijk minister de decentralisatie nog net niet failliet verklaart en erkent dat sommige uitvoeringsmaatregelen gewoonweg te ingewikkeld zijn voor de gemeentes afzonderlijk. En dat er wellicht toch te weinig geld is meegekomen. We zijn benieuwd hoe dit verder opgepakt gaat worden. Voor Koevorden geldt dat we zowel op het jeugd- als het WMO-domein mooie stappen hebben gezet en er ook in uw ambitie nog mooie stappen zullen volgen. Onze fractie is daar blij mee. Uw ambitieniveau is groot op heel veel gebieden. En dat kan ook, want er zijn financiële middelen voor om daar uitvoering aan te geven. Voor een flink deel van uw ambities geeft u ook de dekking aan. Voor een aantal echter niet. En dat lijkt inmiddels ook een gewoonte te worden. En zolang het goed gaat, komt u daarmee weg. Bijzonder vonden we het dan ook om in de krant te lezen dat de partij van de portefeuillehouder al een flinke greep uit de kas lijkt te willen doen om te investeren in de buitengebieden. Omdat het centrum van Koevorden nu wordt aangepakt. We kregen de indruk dat BBC 2014 vergeten is dat de stad Koevorden niet alleen maar uit het centrum bestaat. En dat aan de centrumaanpak 20 jaar planvorming en gesprekken vooraf zijn gegaan. Daarbij lijkt men te zijn vergeten waar het in verbindend besturen over hoort te gaan. Namelijk initiatieven uit de samenleving worden vanuit en met de samenleving tot stand gebracht en niet op de ledenvergadering van het BBC 2014. Het kunstmatig in stand houden van de schijnbare ongelijkheid moet maar eens stoppen, want het is een mythe. Immers, er komt een herstructureringsfonds en daar is raadsbreed ja tegen gezegd. Er is 4 miljoen geïnvesteerd om het buitengebieden aan de glasvezel te krijgen. En in de regio-deal zit ook nog eens 40 miljoen, waar een groot deel van in de leefbaarheid van ook de buitengebieden zal worden geïnvesteerd. En daarnaast zijn er de dorps- en wijkbudgetten en het stimuleringsfonds dat legio kansen biedt. Wat ons betreft is het tijd dat Calimero eens volwassen wordt. Het is goed om weer in kunst en cultuur te investeren. Met beperkte middelen hebben directie, bestuur en vrijwilligers ervoor gezorgd dat het museum in Koevorden een eigentijds en eigenzinnig karakter heeft gekregen. En dat de geschiedenis van de stad en de regio een plek heeft waar deze verteld en beleefd kan worden. In toenemende mate heeft men de blik naar buiten gericht en dat zie je aan de bezoekersaantallen. Dat de professionalisering met deze bijdrage een boost gaat krijgen, dat juichen we dan ook alleen maar toe. We hopen van harte dat het museum erin slaagt meer en ook nieuwe middelen aan te boren. Maar wat we een beetje missen in het verhaal is wat en welke rol er voor de synagoge in deze is weggelegd. In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. We vinden het belangrijk dat hier middelen voor vrij worden gemaakt, om ook in onze gemeente daar aandacht aan te besteden. Het vieren van de bevrijding kan volgens het PAK ook niet zonder herdenken en gedenken.
Vandaar dat wij met anderen de eerder aangehouden motie Stolpersteinen vandaag opnieuw in gewijzigde vorm inbrengen. En de afronding van dit project willen verbinden aan Coevorden Culturele Gemeente 21-22. Ik zal het dictum even voorlezen van die motie. Draagt het college, of verzoekt het college een bedrag van 10.000 euro vrij te maken ter dekking van de kosten voor het maken van Stolpersteinen en daarvoor het budget Coevorden Culturele Gemeente te gebruiken. In overleg te treden met het bestuur van de Stichting Synagoge Coevorden om afspraken te maken hoe en op welke wijze genoemde Stolpersteinen geproduceerd, aangeleverd en geplaatst kunnen worden. Het aanjaagteam Coevorden Culturele Gemeente te vragen om hier in haar programmering rekening mee te houden. En daarmee het genoemde project Stolpersteinen een plek te geven in het programma Culturele Gemeente van Drenthe. Even kijken. Het is niet alleen, want dat is niet alleen een mooie gelegenheid om te laten zien wat er op het gebied van cultuur allemaal plaatsvindt. Maar valt ook samen met 350 jaar Coevorden ontzet. Uw inspanningen om te investeren in preventieve gezondheid en gezonde leefstijl worden door ons van harte ondersteund. Onze ambitie om in de gehele gemeente ecologisch bermbeheer door te voeren, begint ook verder vorm te krijgen. In het bermbeheerplan is daar een mooie basis voor gelegd en de bespreking daarvan volgt. Maar we kunnen ons wel vinden in een financiële kaders. Wel is het pak benieuwd wanneer u op de uitwerking van de werkgroep duurzaamheid op dit thema terugkomt. U stelt een aanjaagbudget duurzaamheid voor. Voor een nog nader in te brengen duurzaamheidsvisie dit najaar. Wat ons betreft past daar een al eerder genoemd fonds duurzaamheid bij, waarvoor wij met onder andere een motie hebben gemaakt. Dit fonds is er straks primair voor om inwoners en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid te bieden en te ondersteunen bij het doen van duurzame investeringen. Dit kan door middel van het aanbieden van een lening tegen lage rente. Vanzelfsprekend moeten daar voorwaarden en garantiestellingen voor worden opgesteld. Het verstrekken van leningen verlaagt de drempel voor particulieren om duurzame investeringen te doen en het geïnvesteerde bedrag kan op termijn worden terugverdiend door bijvoorbeeld verminderde energielasten. Omdat het hier om een revolverend fonds gaat, vloeien de rente en aflossingen terug in het fonds en komen terzijde tijd weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het voordeel daarvan is dat het voor langere perioden beschikbaar is. Omdat het onderhouden van een dergelijk fonds ook kosten met zich meebrengt, zouden renteinkomsten kunnen worden ingezet om deze kosten te financieren. En ik zal het dictum van die motie ook direct voorlezen. Verzoekt het college de mogelijkheid van een dergelijk revolverend fonds, het blijft een lastig woord, te onderzoeken. 2 miljoen van de essentgelden voorlopig te oormerken voor dit fonds tot onderzoek is uitgevoerd. En de raad hierover uiterlijk tweede kwartaal 2020 een voorstel voor te leggen. Dan gaan we verder. De fractie van het PAK heeft geconstateerd dat de focus met betrekking tot het internationaal beleid meer op de directe regio komt te liggen. Wij juichen dat toe. U heeft daarbij ook aangekondigd dat uw bezoek aan Brest tijdens het duizendjarig bestaan wordt geëvalueerd. De fractie van het PAK wacht dit met belangstelling af. Daarom dienen we nu ook nog geen motie in om te breken met Brest. Voor wat China betreft zien wij geen toegevoegde waarde in contacten met landen die mensenrechten schenden, waar vrijheid van meningsuiting met de dood wordt bekocht en waar individuen niet kunnen zijn wie ze zijn. Voor wat betreft de uitwerking van de centrumvisie weet u dat we dit in grote lijnen ondersteunen. Het autoluw maken van het centrum, voetgangers en fietsers de ruimte geven, vinden we een goede zaak. Ben je zenuwachtig, Ruud? Sorry. Leid wat af. Daarnaast is het voorgestelde vergroening van het stedelijk gebied essentieel om op het onderwerp klimaatadaptatie een antwoord te geven. Bij klimaatadaptatie ligt de uitdaging er volgens het PAK in om daar waar mogelijk in te zetten om vergroening te versterken en verdroging te voorkomen. De evaluatie en de feitelijke resultaten van de Dutch Tech Zone zullen bepalend zijn of de fractie van het PAK ook na 2020 bereid is daarin verder te gaan. De aandacht voor laaggeletterden in onze gemeente, het bestrijden van generatiearmoede en het inzetten op actieve deelname in de samenleving spreekt ons aan. Ook de maatregelen om inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te krijgen vinden we belangrijk. De aandacht voor nieuwkomers en inburgeringsprogramma om hen zo snel mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving is voor ons van belang. Vroeg signalering op het gebied van armoede en daar als overheid een actieve rol in spelen is belangrijk. Mooi dat u daar waarschijnlijk vanaf 2020 ook vorm aan wilt geven.
We zijn ervan overtuigd dat dit een bijdrage zal leveren in het voorkomen van problemen op andere levensgebieden, waardoor er mogelijk minder een beroep op de jeugdzorg en WMO gedaan gaat worden. De fractie van het PAK heeft een motie armoedebestrijding waarin wij ruimte voor experimenteren vragen ten aanzien van basisinkomen en repressievrije bijstand. En ook dat dictum zal ik nu gelijk voorlezen. Verzoekt het college de wettelijke mogelijkheden voor werken met behoud van uitkering ten volle te benutten, de mogelijkheden te onderzoeken voor repressievrije bijstand, een pilot te starten voor 50 inwoners die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering om een basisinkomen te krijgen en genoemde punten als pilot onder te brengen in de regio-deal. Het woord is aan de heer Slomp. Dank u wel, voorzitter. Ja, u noemt de motie armoedebestrijding, maar ik wil graag van u horen waar de motie dan armoede bestrijdt. Nou, door mensen basisinkomen te geven, kun je al een stukje armoede bestrijden. En dat zou dan boven bijvoorbeeld een bijstand of een minimumloonniveau moeten liggen? Want u doet verder geen financiële voorstellen. Nee, dus maar ik zie nergens inkomensverruiming. Nee, maar dat zal dus inderdaad onderzocht moeten worden wat daar de mogelijkheden voor zijn. Wij vinden het een goede zaak dat u specifiek aandacht vraagt voor het risico op overbelasting bij mantelzorgers. En dat u het voorliggend veld nog nadrukkelijker inschakelt bij kwetsbare inwoners. De doordecentralisatie van beschermd wonen per 2022 baart ons wel wat zorgen. Dat u met betrokken partijen goed samenwerkt, schept vertrouwen. Bij het niet halen van uw ambitie te komen tot verlaging restafval sluit u DIFTAR niet uit. De fractie van het PAK blijft van mening dat DIFTAR daar juist een goede bijdrage aan kan leveren om dit doel te bereiken. Koevoorde energie neutraal in 2040 sluit aan bij de Drentse en regionale energiestrategie. Vraag die we daarbij hebben is of alle gemeentes voldoende commitment hebben op deze strategie. En we zijn blij dat het college ervoor kiest om bij de OZB meer bij het landelijk tarief aan te sluiten. Het feit dat onze inwoners onterecht jarenlang hebben opgedraaid voor een lager OZB-tarief voor het bedrijfsleven, wordt daarmee meer in evenwicht gebracht. Het is voor het PAK een goede eerste aanzet om de OZB in de toekomst eerlijker te verdelen. Verbindend besturen vraagt steeds opnieuw uitleg over wat we daar dan mee bedoelen en wat we willen bereiken. Immers, verbindend besturen is een proces waarin college, raad en samenleving steeds opnieuw stappen met elkaar moeten zetten. In die zin is heel goed worden in verbindend besturen alleen al een hele mooie uitdaging. Het ondersteunen van wijken die daar nog niet zo goed in zijn en het voortzetten van een vorm van stimuleringsfonds kan daarbij ook bijdragen. Uw experiment, gebiedskompas, wat als instrument voor elke wijk en dorp anders kan zijn, getuigt daar ook van. Dat onze kijk op democratie en de deelname van de inwoners in dat proces verandert, is een gegeven. En hoe we iedereen bereiken die zich nu nog niet aangesproken voelt en daarbij denkt, zij zijn niet te vertrouwen, is een grote uitdaging. Dat is een uitdaging die we samen met u de komende tijd ten volle willen aangaan. Met betrekking tot dit verhaal en de begroting, we danken college, ambtenaren en inwoners en natuurlijk ook onszelf als raad. We doen het goed en we mogen onszelf daarvoor best een compliment geven. Dat begint bij deze. Dank u wel. Mevrouw de Juis, dan zijn we daarmee bij de heer Hoedemaker, D66. Voorzitter, mevrouw Driehuis sluit af met haar compliment. Ik begin ermee. Gefeliciteerd. De programmabegroting van Koevoorde staat als een huis. En wat voor huis? Solide. Van kelder tot zolder, met een waterdicht begrotingsdak en een stevig financieel fundament. Met voldoende lichtinval voor zicht op een schitterende toekomst in een groen kasteelpark en een biodivers buitengebied. Het mag beslist opmerkelijk heten dat Koevoorde erin is geslaagd om zo'n bouwwerk op te leveren. Want om ons heen zien we dat gemeenten de spreekwoordelijke geplande uitbouw schrappen vanwege tekorten in het sociaal domein, de oplevering van hun begrotingshuis moeten uitstellen vanwege politiek gedoe, of, om in de metafoor te blijven, zich genoodzaakt zien de huur voor de bewoners extra op te schroeven. Desondanks in de komende paar minuten een aantal aanbevelingen om het woonklimaat in
en om ons gezamenlijke huis, ons huis van onze toekomst, nog aangenamer te maken. Voorzitter, deze tijd van transities op allerlei terrein vraagt om meer samenhang in de samenleving. Internationaal, in Nederland, in regionaal verband en in onze gemeente. We moeten elkaar vasthouden en elkaar helpen om onze maatschappelijke doelstellingen te halen. In het belang van onszelf en van de generaties na ons. We moeten ons verenigen rondom onze collectieve belangen. Dat geldt voor boeren, burgers en buitenlui. Oud en jong. Rijk en arm. We moeten keuzes maken en tegelijkertijd voorkomen dat iemand, wie dan ook, individueel of als groep, buiten de boot valt of afhaakt. Want dat dreigt als we het hebben over de energietransitie. Energiearmoede. Een dreigende kloof tussen huiseigenaren die zich kunnen veroorloven om energiebesparende maatregelen en investeringen te doen, met comfort en een lage energierekening als gevolg, en zij die dit niet kunnen permitteren. En die dus blijven zitten met een slecht geïsoleerd huis met bovendien een hoge energierekening. Zonnepanelen, isolatie of zelfs een warmtepomp moeten haalbaar zijn voor elk huishouden in de gemeente Coevorden, voor elke huiseigenaar. Ook voor die huiseigenaar die geen geld heeft liggen of die wellicht te maken heeft met schulden of een registratie bij BKR. Via het zojuist door de PAK aangekondigde revolverende fonds, gevoed vanuit de vrijkomende essentgelden, kan elk huishouden in Coevorden flinke stappen maken en kunnen we energiearmoede voorkomen. De inzet van energiecoaches en het ontzorgen van inwoners zijn hierbij sleutelbegrippen. Voorzitter, D66 pleit ervoor dat de gemeente meer vrijheid neemt om te experimenteren met stimulerende bijstandsregelingen. Minder voorwaarden en verplichtingen, minder controle en daardoor meer vrijheid en verantwoordelijkheden bij mensen zelf. Dat kan mensen stimuleren om ze te ontwikkelen en te werken. D66 wil dat het aantrekkelijk wordt om vanuit de bijstand een tijdelijke baan of een deeltijdbaan te accepteren. Voorzitter, onder de streep staat of valt de gemeentelijke organisatie met de medewerkers. Voldoende goede medewerkers stellen ons in staat kansen te pakken, positieve resultaten te halen en transities en transformaties te bewerkstelligen. Om die reden kan D66 zich volledig vinden in uw wens de organisatie met 7 FTE uit te breiden. We hebben al vaker aangegeven dat de gemeente onvoldoende in staat is om zijn eigen regels te handhaven. Dus 4 FTE uitbreiding in de toezichtssector is wat ons betreft wel besteed. Dat geldt ook voor de extra ambtenaren op cultuur en de duurzaamheidsagenda. Met betrekking tot internationale samenwerking zijn we van mening dat de formatieve uitbreiding ten goede moet komen aan de kansen in de Duitse grensregio en uitdrukkelijk niet aan de samenwerking in Wit-Rusland, China of een andere toekomstige exotische ambities. We hopen van harte dat u dat met ons eens bent. Met betrekking tot de hervormingen van de OZB worden wat ons betreft goede stappen genomen. Zo gaat ook een jarenlang gekoesterde wens van D66 in vervulling. Het scenario dat voorligt is wat D66 betreft een mooi ingroeibeeld op weg naar het landelijk gemiddelde beeld van de OZB-verdeling tussen eigenaren, niet-eigenaren en bedrijven. We zitten nog wel met een vraag. We zouden graag horen op welke termijn we het eindbeeld gaan bereiken. Voorzitter, het is goed te zien dat de organisatie nog steeds als doel heeft om de vangdoelstelling te realiseren. Helaas lijkt het er nu niet op dat dit gebeurt in 2020 of later. Coevorden presteert van alle Drentse gemeenten het slechtst met 213 kilo restafval per jaar. Onze buren doen het veel beter. In Borgerodoorn wordt 140 kilo restafval ingezameld en in Hardenberg zelfs minder dan 100. In die gemeente bestaat een gedifferentieerd tarief, waardoor inwoners beloond worden als zij hun afval beter scheiden. En Coevorden
een bewustwordingscampagne hier, een voorlichting daar, misschien een weegbrug. Het zijn de voornemens voor 2020 waarover we lezen in deze begroting, maar het zet allemaal geen zoden aan de dijk. De totale hoeveelheid restafval is in het afgelopen jaar met slechts 6 kilo gedaald. Op die manier halen we de vangdoelstelling van 100 kilo voor 2020 pas in 2036. Terwijl we dan al 11 jaar op 30 kilo zouden moeten zitten. Mensen bewust worden en bewust maken en aanspreken in de portemonnee blijkt de beste bewustwordingscampagne. Daarnaast is het alleen maar eerlijk om mensen in tijden dat de afvalstoffenheffing naar verwachting gaan exploderen, zelf invloed te geven op de hoogte van de rekening. Een rekening die op dit moment tot de hoogste in Drenthe behoort. Op een informatieavond voor deze raad in mei van dit jaar werd ambtelijk aangegeven dat DIFTAR de enige manier is om de vangdoelstelling van 100 kilo te bereiken. Voor de liefhebbers, het was sheet 30. Gemeenten met weinig restafval hebben zonder uitzondering een vorm van DIFTAR en een vast tarief van rond de 80 tot 100 euro, wat voor één persoon zijn huishoudens dus uitkomt op een veel lagere afvalstoffenheffing, als ze tenminste goed scheiden. D66 begrijpt niet dat DIFTAR in onze gemeente nog niet is ingevoerd. DIFTAR is ook voor een gemeente met meer dan 150 kilo restafval een haalbare, effectieve en rechtvaardige manier om de vangdoelstelling te realiseren. Dat bewijst bijvoorbeeld de al eerder door de wethouder aangehaalde gemeentelijke afvalkampioen Horst aan de Maas, waar in een tijdsbestek van 3 jaar de hoeveelheid restafval werd teruggebracht van ruim 170 naar minder dan 30 kilo. Vandaar dat D66 een motie DIFTAR indient, waarvan het dictum luidt: de Raad van Coevorde verzoekt het college een spoedige invoering van een gedifferentieerde tarief afvalstoffen in onze gemeente te onderzoeken, inclusief de financiële en maatschappelijke baten en lasten. En de Raad hierover in het eerste kwartaal van 2020 een voorstel te doen. Tot zover. Dank u wel, meneer Hoedemaker. Ook deze moties liggen ondertekend hiervoor. Dat brengt ons, dames en heren, bij de laatste spreker van de 7e fractie in deze gemeenteraad. De fractie PPC, de heer Bouwers, heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Politieke partij Coevorden complimenteert het college en de betrokken ambtenaren met de kwaliteit van de begroting. Coevorden is weer een financieel gezonde gemeente en hoewel er de nodige uitdagingen zijn en voorbehouden zijn gemaakt, is er toch weer op papier een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Daar zijn wij als politieke partij Coevorden blij mee, omdat dit een degelijke basis biedt voor een gemeente waar de lusten voor de inwoner hoog zijn en de lasten laag. Tot in de toekomst. Het zijn opnieuw stappen gemaakt in het inzichtelijker en toegankelijker maken van de status van financiën voor zowel de inwoners als voor de raad. PPC ziet de positieve ontwikkeling om nog beter inzicht te geven in de effectiviteit van het beleid van de gemeente graag toe. Naast duurzaamheid als thema staan er enkele grote projecten in het verschiet. De markt en omstreken, de Weeshuisweide, waarbij het uitgangspunt van PPC is in één keer goed. Uiteraard wel binnen de realistische financiële kaders. Dat geldt ook voor de aanpak van de stationsomgeving, welke goed vordert, maar nog niet klaar is. Het zijn forse zorgen rondom het beheersen van de kosten voor de jeugdzorg. De uitvoering hiervan is door de landelijke overheid, inclusief een forse bezuinigingsdoelstelling, bij de gemeente neergelegd. Dit terwijl de zorg steeds omvangrijker en complexer wordt. We zien dan ook met belangstelling tegemoet dat het zogenaamde trap-op, trap-af principe bij de landelijke overheid opnieuw bekeken wordt. Bij gemeentelijke begrotingen past ons inziens een meer stabiele inkomstenstroom. We zijn er echter van overtuigd dat geld niet altijd de beperkende factor hoeft te zijn. Uitgangspunt in het denken en handelen moet dan zijn: we doen het samen,
Samen met onze inwoners en ondernemers kan uitstekend gewerkt worden aan de gemeente belangrijke zaken die met minimale middelen toch toegevoegde waarde leveren. Het optimaliseren van de burgerparticipatie. U koestert de verbondenheid in onze gemeente en de kracht van de gemeenschap. Het is belangrijk en tegelijkertijd... Het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente zich onderdeel voelt van de gemeenschap en tegelijkertijd zichzelf kan zijn. PPC hoopt dat met het college dat iedereen zijn weg kan vinden. Ook zij die niet altijd als eerste melden, die zich als eerste melden. Goed onderwijs. U geeft aan dat u voorstaat voor goed onderwijs. Wij zien de ontwikkeling tegemoet. Wel geeft u aan dat door het wijzigen van de wetgeving er extra geld vrijkomt. Wilt u ons daarvan op de hoogte houden wat u daar te zijner tijd mee gaat doen? Aanpak laaggeletterdheid. U wilt het taboe van laaggeletterdheid doorbreken. Wij staan volledig achter dit initiatief. Het is een goede zaak dat laaggeletterdheid wordt aangepakt, zodat er ook voor deze mensen een toekomst is en zich ook beter in de arbeidsmarkt kan begeven. Jeugd. Het zijn forse zorgen rondom het beheersen van de kosten rond de jeugdzorg. De uitvoering hiervan is door de landelijke overheid, inclusief een forse bezuinigingsdoelstelling, bij de gemeente neergelegd. Dit terwijl de zorg steeds omvangrijker en complexer wordt. Vitale inwoners. U vindt het van groot belang dat de gezondheidsverschillen die er nu zijn tussen hoog- en laagopgeleiden in onze gemeente kleiner worden. PPC weet dat u ermee bezig bent en wij wensen u veel wijsheid met het uitvoeren van dit programma. PPC gaat ervan uit dat ook een ieder die daarvoor in aanmerking komt ook wordt aangeschreven en de aangesproken om hier aan mee te doen. Ruimte en leefomgeving. Een aantrekkelijke binnenstad en een nieuwe inrichting voor de stationsomgeving, LSP. U heeft goede stappen gezet betreft het centrum van Coevorde en de stationsomgeving. Vraag is, houdt u daarbij ook de aansluiting van de industrieterrein achter het EDS-plein en het RSP-gebied hierbij betrokken? Het kan niet zo zijn dat er miljoenen wordt ingezet in dat gebied, terwijl een gedeelte hiervan het industrieterrein nu al verpaupert. Openbare ruimte. Een belangrijke pijler voor het behalen van de vangdoelstellingen is inzameling van oud papier, want deze blijft achter bij de prognoses. PPC is dan ook nieuwsgierig naar de onderzoek wat u wilt doen en wat de uitkomsten hiervan zijn. Is het haalbaar dat de vangdoelstellingen in 2020 worden gerealiseerd? Bestuur en organisatie. PPC vindt het belangrijk dat de gemeente zichzelf actief toespitst op de plannen en ideeën vanuit de samenleving. Niet de nee tenzij, maar de ja-mits-gedachte moet leidend zijn. Daarbij is het van belang dat onze ambtenaren vaker een kijkje nemen in de wijk, op locatie in gesprek met belanghebbenden ter plekke. Dit werk is in onze optiek beter dan het proberen de samenleving te reguleren. Middels regelgeving. Uitgangspunt voor PPC is minder regels met een goede en strakke handhaving. Financiering. PPC wil graag de financiering en dekkingsmiddelen de komende jaren zo houden. Dit geeft een goed gevoel. De verdeling zal altijd nog wat anders kunnen zijn, maar dat is voor de volgende begroting. Dank u. Nou, kijk eens aan. Ruim binnen de tijd, meneer Bouwers. Dank u wel. We zitten mooi op schema. Daarmee is ook de eerste termijn van de zijde van de raad tot een afronding gekomen. Staat in het u aangereikte tijdsoverzicht een inschatting dat het college misschien enige schorsingstijd nodig heeft. Daar wordt wel bevestigend op geknikt. Even een kwartiertje schorsen. Past dat? Dan hervatten we om 19:30 deze zitting. Ik schors de vergadering. U kunt in de schorsing nog even kijken of u een van onze twee aanwezige Drentse parlementsleden hier... Ik zie de heer Sally zitten en de heer Zuur zitten.
Ja, u bent volksvertegenwoordiger ook tenslotte en u woont in onze gemeente. Dus ik zou zeggen, meng u onder de bevolking. Ik heb het nu voor degenen die de schorsing niet echt nodig hebben voor beraad. Die kunnen dan nuttige contacten uitwisselen met onze statenleden en met onze medewerkers die ook talrijk op de tribune zijn. Mooi. Nogmaals, de vergadering schort tot 19:30. Dan zijn we bij 8.2, het voorstel van het college in zaken... Het voorstel in zaken de belastingverordeningen 2020. Hierbij is natuurlijk het amendement relevant over de OZB. Dus dat breng ik als eerste in stemming. Ik heb genoteerd dat met de stemmen van de VVD en de CDA-fractie voor, maar de overige stemmen van de raad tegen, dit amendement moet worden verworpen. Dus dat betekent dat de voorstellen ongewijzigd nu voor u liggen. Daarmee is het amendement afgehandeld. Ervan uitgaande dat niemand nog meer behoefte had aan een stemverklaring daarover. Dat is net uitvoerig aan de orde geweest in de algemene beschouwingen. Bestaat er behoefte om over het gevraagde besluit, het vaststellen van de belastingverordeningen 2020, de intrekkingsverordening reclamebelasting 2019 en de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2020. Wist u daar nog een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. De algemene stemmen conform besloten. En dan hebben we als laatste nog de afwikkeling van de diverse financiële nota's. Onderwerp onder agendapunt 8.3, laatste inhoudelijke bespreekpunt. De financiële nota's vast te stellen onder intrekking van de vorige versies, nota activa beleid, lokale heffingen, reserves en voorzieningen en de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. En de geactualiseerde financiële verordening vast te stellen onder intrekking van de vorige versie. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Een stemverklaring? Ook niet. Algemene stemmen conform. Dat is toch een prachtig resultaat, dames en heren. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn. Op deze eenstemmige vooruitblik op onze financiële situatie het komende jaar en de ambities die daarin zijn opgenomen. Dank hartelijk voor de bijdrage. Ik wil u ook graag uitnodigen voor de gelegenheid om na te praten nadat wij de moties hebben behandeld. Dat is wishful thinking. Ja. Het college. Wens nog even. Ja, er is nog even ter verhoging van de feestvreugde een verrassing aan de orde. In het kader van solide financieel beleid, een overweging die... In samenspraak tussen onze wethouder van cultuur en van financiën aan de orde is geweest. Daar we toch een beetje zitten met de vraag hoe we onze financiële mogelijkheden op een goede manier kunnen onze belangen kunnen spreiden. Misschien moet ik het zo zeggen, maar misschien wil de wethouder van financiën daar nog iets aan toevoegen. Ik geef hem graag het woord. Eerst maar de moties. Nou, dan gaan we eerst de moties doen. Prima. Dat is ook een mooie opmaat naar de nabespreking tijdens een glaasje wijn. Goed, dames en heren, volgens mij hebben we nog moties liggen. Als het gaat om het onderwerp fietsen, 2019-04, motie 04 in de volksmond geheten, over het onderzoek fietspaden. Ik heb genoteerd dat daar in ieder geval nog steeds steun voor is van de zijde van de fracties PAK. VVD natuurlijk als indiener, als eerste, maar ook BBC en D66. Dat in ieder geval zich tegen hebben uitgesproken het CDA en de PPC. En daarmee ben ik nog niet op het aantal van 7. Dus ik kijk nog even naar de Partij van de Arbeid. Tegen? Tegen deze motie. Laat onverlet dat hij dan wel voldoende stemmen heeft om aangenomen te zijn. Dus dat is bij deze dan de conclusie. Motie aangenomen. Dan is de motie over het duurzaamheidsfonds aangehouden. Tot een volgend moment van bespreken. De motie Stolpersteinen is gehoord, de toezegging van de wethouder ingetrokken. Datzelfde geldt ook voor de toezegging, als gevolg van de toezegging op het gebied van de armoedebestrijding. Motie ingetrokken, aangehouden. Dus komt de volgende moment terug, is de motie over Diftar. En evenzo aangehouden de motie Duurzaamheid, minima. Dan is er de motie Laaggeletterdheid aan de orde, ook veel over gesproken. De steun van de VVD heeft het niet kunnen krijgen, maar de overige fracties wel. Dus ik denk dat ik kan vaststellen dat deze motie is aangenomen. Dat is het geval. Motie 2019-11 is gecombineerd met 14 en heet voortaan 14. Dan hebben we
de behoefte aan ouderenhuisvesting, dat onderzoek, daar, die is nog steeds in de baan, heb ik begrepen. Ook al heeft de wethouder daar even de huidige stand van zaken toegelicht. Maar ook daarbij geconcludeerd van ja, er is nog niet heel veel over duidelijkheid te zeggen. Dus dit onderzoek voegt wellicht iets toe. Er is overwegend steun voor, ondanks het feit dat ik in ieder geval heb genoteerd dat het CDA tegen heeft genoteerd. Andere fracties lieten nog even in de midden hoe dat lag bij hen. Dus voor de boekhouding van de griffier wil ik dat graag nog even horen. Mevrouw Katerberg, nog iets toe te voegen in de vorm van een stemverklaring? Nee, want ik heb nog niet gezegd dat wij uiteindelijk wel voor zijn. Ik moest nog knipogen naar links en rechts. Ah, ik wist het toen nog niet. Ja, sorry dat ik u al had voorgesorteerd dan bij de tegenstemmen. Nee. Goed. Dan heb ik... ik heb wel staan bij ondersteuning van de zijde van BBC, PvdA en PPC. Dus dat betekent dat ik van andere fracties op zijn minst zelf in ieder geval niet goed gehoord heb. Ook al heeft u dat misschien wel duidelijk gezegd waar u staat. Mevrouw Siebe. Wij steunen de motie ook. Ook. VVD steun. Goed. D66. We steunen de motie. Steunt de motie. PPC had al toegezegd. Pak. Wij steunen de motie. We steunen de motie ook. Het CDA heeft net al bij interruptie gezegd dat ze graag aan het linkerrijtje wilde worden toegevoegd. Om het in woorden van de heer Huizing te zeggen. En BBC is natuurlijk de indiener. Dus dat is ook duidelijk. Dat is de motie met de algemene stemmen. Aanvaard. Dat is ook mooi. De hubtaxi is ingetrokken. En de gecombineerde motie 2011 en nummer 11 en 14 is nu gecombineerd. Daar is door de fracties D66, PAK en het CDA van gezegd dat ze er geen behoefte aan hadden. Maar de andere vier fracties, en dat is de meerderheid in deze gemeenteraad, hebben aangegeven dat ze die motie wel wensen te steunen. En daarmee is ook deze motie aangenomen. Goed, daarmee is de uitspraak ook over de moties vastgelegd. Helder hoe je daarover denkt. Dank u wel. En kunnen we inderdaad, alvorens ik tot de sluiting overgaan, even vernemen van het college welke creatieve, innoverende gedachten zij ongetwijfeld nog voor ons in petto hebben. En ik weet niet zeker wie hier nu een toelichting op gaat geven. Samen, een act voor twee heren. Ik presenteer u de twee J's. Ja, nou ja. We willen de raad in ieder geval dankzeggen dat u onze gemeente niet verder hebt uitgekleed, zeg maar, bij deze begrotingsbehandeling. Dat waarderen wij natuurlijk zeer. En daar hadden wij ook wel een beetje op gerekend, als ik eerlijk ben. En onze burgemeester mag de grens niet echt over, hebben we vandaag ook gehoord. Maar wij hebben dat stiekem wel gedaan. Dus wij zijn afgelopen weekend, hebben wij ons vervoegd. In Amerika. Wij wilden toch daar krachtig te werk gaan. En ja, we hebben het doek ook maar gelijk meegenomen. We hebben alvast ter belegging. Ik heb gezegd of het goed gaat. Ja. Hey, op de kop. Hebben wij het doek van Van Gogh opgehaald. En wij dachten voor ja, 500.000 of 750.000 euro kunnen wij prachtig dit doek gebruiken als belegging. Het gaat ook in waarde groeien, hebben we begrepen. Job Brink wil de eerste 100.000 van die waardegroei gebruiken voor het sociaal domein. En Jeroen Huizing voor het afdekken van tekorten op de jeugdzorg. En daarna dan, wat er dan overblijft, daar onze diesels van Bert Bouwmeester en van mij. Die zijn wel aan vervanging toe. Daar gaan wij duurzaam rijden. Dat hadden wij zeg maar wel zo ongeveer in petto. Dit is het schilderij van Van Gogh uit 1883. Waar ze nu in Assen over twijfelen, dat hoeft dus nu niet meer, want er komt gewoon hier in Koevoorn. Dit is de boer die onkruid verbrandt. En wij dachten dat het wel een goede belegging was voor de gemeente Koevoorn. En als het niet wat wordt, ja, dan hebben we misschien de bakel, maar nou ja. Wij denken, maar wel kunst. Wel kunst en een mooi schilderij. Ja, precies. En daar wil, denk ik, wethouder Huizing nog wel iets aan toevoegen. Ja, die krijgt uiteraard een mooi plekje. Het Stedelijk Museum, daar moet nog wel wat gebeuren om zo'n schilderij te kunnen waarborgen. Dus dat is misschien een opmaat. En we hebben ook naar gemeente eigenlijk, als je ziet wat Van Gogh over onze gemeente heeft geschreven. Ik heb nog even net wat nagezocht, want dat is zo mooi. Het inrijden van het dorp was toch zo mooi. Enorme mosdaken van huizen, stallen, schaapskooien, schuren. Hier zijn de woningen heel breed, tussen eikenbomen van een superbe brons. Tonen in het mos van roodachtig of blauwachtig of
geelachtige, donker-lila-grijze tonen van onuitsprekelijke reinheid in het groen van korenveldjes. En zo gaat hij door. Ja, wauw. Ik hoop dat hij over de mensen dus, ja, die passage hebben we weggelaten. Dus ja, ik laat me, ja, je mag daar best zo mee omgaan. We hebben om Harry Tupan niet helemaal teleur te stellen, hebben we een kleine replica ook meteen laten maken. Die gaat naar linea recta naartoe. Dus wij hopen dat u de aankoop steunt. We komen nog terug voor de financiering. En er is nog geld over voor een borrel. Ja. Het is wel mooi om te zien in de regionale gedachte dat u Arsen ook nog wat gunt. Ja. Goed, daar waar ze het zichzelf misschien niet helemaal kunnen permitteren meer. Oké, daarmee al deze vrolijke opmaat kunnen we deze bijeenkomst sluiten. Ik nodig u uit, ook dat kan er nog wel vanaf, een hapje en een drankje beneden in onze heren van Coevorden. Om nog even bij te komen van de schok van zojuist. En daarna wens ik u wel thuis. Thank you.